Klimaatactivist en actrice Hadewych Minis uit haar ongenoegen over de ongelijke aanpak van de A12-protesten en de boerenprotesten. Ze vraagt zich af waarom er bij de A12-protesten waterkanonnen worden ingezet, terwijl dit niet het geval was bij de boerenprotesten. Het fenomeen van actrices die zich inzetten als klimaatactivisten wordt steeds zichtbaarder, met Carice van Houten als opvallend voorbeeld. Haar betrokkenheid bij de A12-protesten heeft echter tot ergernis geleid, aangezien deze protesten de dagelijkse gang van zaken op de snelweg verstoren voor veel mensen. Hadewych Minis benadrukt haar steun voor de snelwegprotesten, maar merkt op dat de benaming rebellie soms wat ongemakkelijk aanvoelt. Ze wijst er echter op dat alle demonstraties vreedzaam en geweldloos zijn. Ze herinnert zich de A12-demonstratie in mei, waar een orkest Beethovens 7e symfonie speelde om een vredig signaal uit te zenden. Desondanks werden waterkanonnen ingezet. Opvallend genoeg werden waterkanonnen niet ingezet tijdens de boerenprotesten, zelfs niet bij gewelddadige confrontaties. Hadewych Minis vindt dit onrechtvaardig en wijst op de inconsistentie in het politieoptreden. De discussie brengt ook de kwestie van persoonlijke verantwoordelijkheid in de strijd voor een beter milieu ter sprake. Carice van Houten wordt bekritiseerd vanwege haar frequente vliegreizen, maar Hadewych benadrukt dat de kern van milieubescherming begint bij grote bedrijven zoals Shell en Tata Steel.